Maak je boekhouding compleet door naast je betaalrekeningen ook je zakelijke spaarrekeningen toe te voegen in Yort. Wanneer je een MT-940 bestand bij je bank ophaalt, zit daar vaak ook de informatie van je spaarrekeningen al in. Bij het inlezen van je MT-940 bestand laat Yort je bij geldzaken deze spaarrekeningen dan ook zien. Heb je een zakelijke spaarrekening waar geen MT-940 bestand voor wordt gemaakt, bijvoorbeeld van ING, dan kun je deze spaarrekening handmatig toevoegen. En dat doe je bij geldzaken. Klik op geldzaken en daarna op plus toevoegen en kies voor de spaarrekening. Vul hier je rekeningnummer in en geef een omschrijving waaraan jij je spaarrekening herkent. Yort voegt nu je spaarrekening toe bij geldzaken. Het saldo dat op je spaarrekening staat, geef je op door op je spaarrekening te klikken en daarna op wijzig beginbalans. In dit geval zijn we per 1 januari 2020 begonnen met 5000 euro. We typen dus 5000 euro in en zetten het jaartal op 2020 en kiezen opslaan. En dit saldo staat nu achter je spaarrekening aangegeven bij geldzaken.